wel dat er meer winkeltjes zijn. Ja. Ook voor oudere mensen, grote maten. Dat de natuur wel zo mag blijven. Ja. Dat. En wat voor winkeltjes zou dan dat er weer bij willen komen? Dameswinkel voor de heren, dat soort dingen. Hoe zou ik graag dat Scherpenzeel eruit ziet? Zoals men nu bezig is in Scherpenzeel om meer voor ouderen allerlei voorzieningen te treffen. Dat hoop ik dat dan ook is, want dan ben ik zeker ouder. Maar ik hoop ook dat er dan voor de jongeren meer voorzieningen zijn en blijven. Ja, dat is een hele moeilijke vraag, weet ik veel. Ik denk dat er wel meer winkels bij komen. Meer winkels erbij? Ja. En is minder kaffers. Minder kaffers. Er zijn 40 kaffers in heel Scherpenzeel. Ik zie de gemeente dan voor me dat het iets kleiner is, iets groter is dan wat het nu is. Maar nog wel met dat het groen is, dat veel ruimte is. Dat we niet bij een grotere stad zijn betrokken. Bijvoorbeeld dat we nog een eigen gemeente zijn en alles zelf kunnen beslissen. Ik zie wel voor me dat winkelstraten blijven zoals het is. Dus dat die wel helemaal gevuld is. Dat zie je nu dat daar allemaal gaten in vallen. Dus dat je op die manier wat meer één dorp krijgt, zeg maar, of één centrum. Ja. En ik denk ook dat dat beter is voor de ondernemers zelf, zeg maar. Dat die beter, hoe zeg je dat? Tot hun recht dan kunnen komen. Ja. Voor mij hoeft het voor de rest niet echt groter in de zin van dat we meer ruimte nodig hebben of dat we samen gaan met de andere gemeente. Nou, voor de jonge kinderen, hè? Genoeg te doen. Ze hebben van alles wat ze hier kunnen doen. En we hebben een hond. En als je naar het park gaat, je hebt een uitlaatservice waar wij mogen zijn. Maar ook een ding waar je niet de hond los mag en waar opruim. Dus dat is wel weer goed verdeeld. Dat ze aan alles, aan alles rekening houden. Ik met fietsen. Ik viel fietsen. Ja, ik denk dat is, is goed met fietsen. Ja. Een zwembad is goed ook. Alles ik denk is goed. Gerard. Ja, alles is goed. Ja. Nou, top. Goed om te horen. Het is mooi dorp. Open mentaliteit. Ja. Toch de nodige voorzieningen. Zowel qua winkels als qua bibliotheken, waar ze heel actief zijn met allerlei acties, activiteit. Ja. Goed gezondheidscentrum. Dus de diversiteit aan voorzieningen en aan winkels, die vind ik belangrijk en vind ik fijn dat dat is. Het is rustig, je hebt alles in de buurt. Ja. Het is gewoon super gezellig ook altijd. Ja? En wat is er dan zo super gezellig? Ja, iedereen kent, je kent bijna iedereen. En iedereen begroet elkaar op straat. Ons kent en ons. Ja, precies. Dat is, ik vind het fijn. De veiligheid. De kinderen kunnen hier veilig opgroeien. Ik ben hier zelf ook opgegroeid. Dus, en dat vind ik ook fijn dat hun dat ook meekrijgen. Dat ze gewoon lekker naar buiten kunnen en geen zorgen in principe. Ik vind het heel leuk dat er nu ook mensen er, met andere nationaliteit zijn komen wonen. Ja. Dat miste ik eigenlijk nog in het dorp. Nou, er zijn nu 30, 40 gezinnen of zo. Ik hoop dat dat misschien nog wat groter wordt. Omdat dat ook wel meer beeld geeft van de hele wereld, zeg maar. Dat niet Scherpenzeel is natuurlijk maar een dorpje. Ja. En ik heb zelf in Amsterdam gestudeerd. Nou, dan heb je een totaal andere cultuur. Ja. En ik vind het juist wel leuk dat dat zich een beetje begint te mengen. Het gemoedelijke van een dorp heb je gewoon. En er zijn genoeg winkels waar je eigenlijk je dagelijkse dingen allemaal kan halen. Dat vind ik wel fijn. Het dorpse, het landelijke. We hebben alle voorzieningen eigenlijk. Ons unieke zwembad, die vind ik vooral heel belangrijk. Met name de Breehoek vind de Breehoek. Ik, vind ik belangrijk. Bibliotheek en als sociaal centrum vind ik dat belangrijk. Een schoenclubje hebben ze ook. Wat voor clubje zei je? Dat is verouderen is dat. Hè? Oh, leuk. Zo'n deze bejaarden hebben ze daar een clubje. Met een maand of 20 zitten we daar. En dan twee keer in de maand sjoelen. Oh, leuk. En weet u nog wel eens een beetje? Ja, ik ben 30 jaar lid geweest van de shop. Oh, ze maakt ze allemaal in. Nou, dat weet ik niet meer. En wat voor voorzieningen maakt u nog meer gebruik van in Scherpenzeel? Dus als nu bent u op de markt te vinden, zie ik. Dus, ik zoek shoelen. Nee, biljarten zoek ik ook. Biljarten? Maar dat is hier niet. Volgens mij is er wel trouwens een biljart
Nee, deze... Of poolclub, dat kan ook. Ja, maar ik ga elke keer naar Veenendaal nog steeds. Ja, nog steeds. Ja, misschien leuk als er nog meer interesse is om een biljartclubje op te zetten dan... Als ze meer lief hebben willen, maar ja. Dat is de vraag natuurlijk, hè. Ja. Dan zou je dat gewoon eens een keer bekendmaken in een krant, ja. Of wat ook. Ja, zeker. Ja. En zou je dat dan graag bijvoorbeeld bij een Breehoek doen, een cultuurhuisje Breehoek, of juist een lekkere aparte kroegje of zo? Ja, ik vind lekker dichtbij voor mij ook. Ja. In ieder geval van het gezondheidscentrum, zowel fysiotherapie als huisartsenpraktijk als apotheek. En de bibliotheek, het cultuurhuis, ook samen met buitenlandse mensen, taalcafé. En de inloop met de buitenlandse mensen en met bejaarden hier wandelen. Winkels, standaard de Jumbo eigenlijk, Bikkelzaar. Ja. Dus winkels genoeg hier in het dorp wat je dagelijks nodig hebt. Ja, bibliotheek gaan we wel doen. De oudste zit nu in groep 3, dus die leest... Leuk, die gaat net lezen. Ja, die leest echt al... even, kom hier. Die leest al super, dus die, die roept al om de bibliotheek. En inderdaad, evenementen in de Breehoek die georganiseerd worden. Dus dat voetbal natuurlijk. De voetbalvereniging maken we gebruik van. We maken gebruik van het cultuurhuis, zeg maar, van de Breehoek. We gaan er ook naar de kerk, dus daar maken we ook nog gebruik van. En... nou, verder probeer ik bijvoorbeeld ook alle boodschappen en alle dingen te doen op het dorp. Dus dat ik probeer het ook hier te houden om hier mijn geld uit te geven, zodat alles ook hier kan blijven. Ja, precies. Dus dat vind ik wel belangrijk. Daar ben ik heel duidelijk in. Dat is in de alle kippen die wij om ons heen hebben. De kippen? En de overlast en de stank die dat geeft. Oké. Okay. Ja, dat vind ik. Als het hier een keer. Vorige week had ik nog, 2 weken terug. Dan is het windstil. Ja. En een beetje vochtig, een beetje mistig. Dan kan ik niet met mijn slaapkamerraam open slapen. Want dan stinkt het gewoon ammoniak. Dat vind ik echt heel goor. Oké. Okay. Nou, dat. Ja, hartstikke bedankt. De luchtkwaliteit ook. Want die kippen die maken ook fijnstof in de lucht. Klopt. En het stinkt. Oh, dat is wel een puntje. De scouting hier. Ja. Dat is nu, wat ik heb gehoord en begrepen, toch wel een beetje warrig. De ene scoutingplek is daar weggegaan aan andere plekken. Ja. Ja, dat daar iets echt vast voor komt. Ja, dat is gewoon met z'n allen op één plek zitten. Ja, en ook ze zaten daar heel mooi. Mooi in het bos, mooi in de natuur. Dat zoiets weer terugkomt. Tuurlijk zijn er heel veel dingen goed. En natuurlijk zijn er ook wel dingen wat veranderd kan worden. Ja. Dan vind ik ook wel Hiro, de Markstraat, de Dorpstraat. Ja. En vooral dit kruispunt is best wel een beetje gevaarlijk. Ja, klopt. Dus dat mag ook best wel... Meer veiligheid, voor de fietsers en zo ook wel vooral. En voor de wandelaars en dat soort dingen. Ja, dat vind ik echt. En ook wel dat de auto's, die rijden hier ook echt wel hard. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik echt. Vindt u dat er genoeg voorzieningen zijn hier in Scherpenzeel? Qua? Alles. Qua alles. Dus van het bankje tot aan het park, tot aan een vereniging toe. En voor jong, oud, waar u mee te maken heeft. Nou, qua banken sowieso niet. Dat is in de loop der jaren eigenlijk allemaal weggegaan. Dus dat vind ik persoonlijk wel wat minder. Als je kijkt naar een Rabobank, dan is het wel fijn als je gewoon af en toe even binnen kan lopen. Of er is iets of wat ook. Ja. Dat mis je hier wel. Je bent al snel aangewezen op Woudenberg. Op zich ben je er zo. Ja. Maar ik vond het toch hier prettiger binnenlopen dan... Nu mis je dat echt wel, ja. De bereikbaarheid van de gemeente misschien wel. Ik vind het nog steeds best wel een beetje ouderwets dat je alleen 's morgens naar de gemeente toe kan. Burgerzaken bijvoorbeeld, om dingen te regelen. En dat het dan ook best wel behoorlijk lang duurt. Dat vind ik allemaal een beetje nog vrij ouderwets, hoe dat gaat. Ja. En als je dus een paspoort moet, of je moet met een kind daar naartoe, dan moet dat tijdens school of tijdens je werk. Ja, en dat is lastig. En dan heb je wel eens avondopenstellingen, maar dat is dan 1 keer ook. Dan moet je net toevallig dan kunnen. En anders ben je weer een week verder, weet je wel. Dus ik heb het nu niet heel veel nodig, maar dat vind ik wel... En positief vind ik dat er... We hebben zelf wat dingen gehad in ons gezin. En toen kwamen we via school in aanmerking en aanraking met maatschappelijk werk van de gemeente. Dat daar gewoon mensen beschikbaar zijn die... voor een kortdurende periode die je wat verder kunnen helpen. Ja. Zonder dat je daar meteen hoeft aan te kloppen bij een jeugdzorg of bij andere dingen of zo. En dat vond ik heel erg goed. En daar was ik echt positief over verbaasd. In ieder geval ook aandacht voor de buitengebieden. Ik woon zelf vlak buiten Scherpenzeel, dus bij Ruwinkelsweg. Dus precies om het hoekje. En dan merk ik dat er veel aandacht is voor plantsoenen hier in het dorp.
En bij ons wordt dat nog wel. Dus een groen, beetje de groen. Meer parkeerplaatsen in de meer wijk. Meer parkeerplaatsen. Ja. Dus u zegt dat dat iets is om in te gaan investeren. Wat zou er nog meer geïnvesteerd mogen worden? Dus bijvoorbeeld onderwijs, groenvoorzieningen, wegen, winkels. Nou, qua onderwijs oude, hebben we... jongeren, jeugd, woningbouw. Nou, verkeer, woningbouw werk. Kan wel, ja. Woningbouw, een betere bereikbaarheid. Beter openbaar vervoer. Beter openbaar vervoer, ja. Ja, zou... Zeker als je er afhankelijk van bent. Onderwijsrecht, ik weet het niet. Want ik heb geen kinderen die op school zitten. Dus. Maar wat zijn bijvoorbeeld dingen waarbij je hier loopt? Als bijvoorbeeld Australië, dat je denkt van nou, dit zou wel eens aangepakt mogen worden. Of hey, als ik hier kom in Scherpen, dan denk ik van nou, hey, dit mag ook wel eens verbeterd worden. Of qua hier zou wel eens geïnvesteerd mogen worden. Een betere bereikbaarheid. En dan de bereikbaarheid van buitenaf naar Scherpenzeel toe. Ja. Ja, okay. Ik denk dat het nog wel een hele gesloten, best wel gesloten gemeenschap is hier. Meer parkeerplaatsen. Meer parkeerplaatsen. En dan vooral in het centrum of... Vooral bij de Jumbo. Bij de Jumbo. Het is daar altijd vol. Ja, het is dat ik even nu een kaart heb, dan kan ik tenminste parkeren. Dan kan je gewoon nooit parkeren. Dan moet je eerst 4-5 rondjes rijden zodat je een keertje kan parkeren. Ik zou het wel heel leuk vinden als er een leuke kinderboerderij komt. Een kinderboerderij. Nou, okay. Je hebt in bepaalde wijken, en dat is bij ook in ons, dat verkeer best wel hard rijdt. En dat je zegt van wat extra drempels hier en daar. En, maar ik vind nog steeds dat er veel ruimte is. En als je het vergelijkt met een hoop andere gemeentes of met de stad, dat de voorzieningen fantastisch zijn. Ik weet eigenlijk inderdaad niet qua openbaar vervoer hoe dat op dit moment is. Dat leek me altijd vrij sumier. Ik kom zelf uit Wijk bij Duurstede en daar hadden we echt een heel goed bussensysteem. En dat is hier natuurlijk misschien iets minder. Maar daar heb ik ook nog niet veel ervaring mee. Ja, middelbare school is hier natuurlijk niet. Nee. Dat is best een stukje weg, maar dat is heel veel plaatsen natuurlijk zo. Ja. Ik denk wel dat er op termijn genoeg kinderen zouden zijn om hier eventueel iets te hebben. Of eventueel, wat we bijvoorbeeld in Wijk bij Duurstede hadden, was een onderbouw hier. En dan de bovenbouw in Barneveld, de bovenbouw in Veenendaal. Dat is iets wat wel heel prettig zou zijn voor mensen, denk ik. Ja, ik ben zelf ergotherapeut, ook hier in het dorp. Dus ik bezoek veel ouderen aan huis. En ik denk dat daar de voorziening nog beperkt in is. De gemeenschap is heel goed in voorzieningen verstrekken. Maar... mensen bewust maken van hun verantwoordelijkheid om dingen op tijd te regelen. Als je 50, 60 bent, voel je je nog niet oud. Maar je moet dan wel rekening houden. Ga je verhuizen, moet je gewoon rekening houden met de voorzieningen. Straks zijn er gewoon niet meer of minder. Daar de bewustwording, dat zou ik denk ik, dat zou beter mogen worden.